Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft ex-minister van Financiën Gilmour Hoefdraad gevraagd om zich aan te melden bij de justitie. Hoefdraad lijkt echter spoorloos te zijn. Minister Amoksi zegt dat indien Hoefdraad onschuldig is, hij natuurlijk vrij uit zal gaan. Een verdachte wordt sowieso aangehouden, maar je kan ervan uitgaan dat iemand zo lang mogelijk buiten de handen van justitie wil blijven. Van deze plaats uit, er is een opsporing gedaan tegen meneer Hoefdraad. Van deze plaats uit roep ik hem op om zich aan te melden bij de politie en de justitie de ruimte te geven om het onderzoek te doen. Mocht blijken dat hij onschuldig is, dan gaat hij vrij uit. Om verdere consternatie te voorkomen en gehaal en getrek, ik nodig hem bij deze uit, vanuit uw medium, om zich aan te melden bij de politie en zo de justitiële autoriteiten de ruimte te geven om hem te helpen zijn onschuld te bewijzen. Dank u wel. Maar intussen is er een kort geding aangespannen. Is dat niet van invloed op, het opsporingsbevel? Laten we justitie de ruimte geven, ook de rechterlijke macht, om daarin klaarheid te brengen. Dank u wel. Hoefdraad heeft inmiddels via zijn advocaten een kort geding aangespannen tegen de staat Suriname. Hij vindt dat niet de juiste procedure is gevolgd om hem in staat van beschuldiging te stellen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Nationale Assemblée en het Openbaar Ministerie zijn de gedaagden.